Hi allemaal, ik ben Boy Vissers en ik ben ambassadeur van Just Dig It om duidelijk te maken dat we echt iets moeten doen aan de opwarming van de aarde, jongens. Gelukkig. Papa en mama zijn allemaal van deze planeet. Het lijkt soms niet zo, maar het is wel zo. Het wordt hier steeds warmer. Ja, jij roept het al. Het klimaat verandert. Maar het is niet alleen een probleem voor de mensen, ook alle dieren die hier normaal groeien. Ze noemen het ook wel eens CO2. CO2. Niet schrikken, komt-ie. Wow. Dit college hebben we eigenlijk zijn we begonnen bij het probleem, namelijk te veel CO2 in de lucht, waardoor het warmer wordt. En ik heb via een aantal proefjes laten zien wat er dan eigenlijk gebeurt. Het gras kan niet leven zonder water, het schaap kan niet leven zonder gras en de wolf kan weer niet leven zonder schaap. Is het nu een probleem voor de schaap en de wolf dat het een jaar lang niet heeft geregend? Wat gebeurt er als ik het evenwicht verstoor door alleen bijvoorbeeld één ballonlek te prikken? Moeten jullie opletten, ja? Komt-ie, ja? 3, 2, 1. En wat je hier dus heel goed kan zien, is dat als je één ding verandert aan zo'n ecosysteem wat in evenwicht is, dat je dan daarna niks meer hoeft te doen, alleen dat er van alles, zeg maar, kapot kan gaan. Ik ben dus Wessel van Just Dig It en ik werk voor de stichting waar Boy dus ambassadeur voor is. Wat Just Dig It doet is wij vergroenen droge grond. En dat doen we op een hele grote schaal. In Kenia en Tanzania zijn we nu bezig om een gebied zo groot als Nederland weer groen te maken. In deze bak zitten nu geen kuilen, hè? Dus wat ik ga doen, ik ga eens kijken of dat filmpje nou wel gelijk heeft. Want je moet natuurlijk alles wel zelf ook nog een keertje checken, hè, in het leven. Dit is hoeveel het regent in de woestijn in een jaar. Nou, jullie zien, dit had weinig zin, hè? Het water is absoluut niet erin getrokken. Nu ga ik met een schep, ga ik eens even goed wat gaten hierin graven. En dan gaan we nog eens proberen wat er gebeurt als we daar nu iets overheen gieten, ja? Ja, je ziet het wel, het gaat wel stromen natuurlijk. Je ziet, doordat het in die kuilen blijft staan, krijgt het de tijd om de grond in te trekken. En als het gewoon een tijdje op dezelfde plek staat. Nou ja, goed, je ziet het verschil. Dus hier is het wel gelukt en hier niet. Dus die kuilen, die werken dus ook echt. Ja, dat is een supergoeie manier om water in die grond te krijgen. De jeugd die nu opgroeit en die net ook bij het kidscollege waren, zijn de eerste die echt te maken krijgen met klimaatverandering in hun leven. En ook de laatste die er echt iets aan kunnen doen. Dus juist die generatie, die moeten we de kennis geven om het verschil te maken. Dat de aarde steeds warmer wordt. Dat het de grootste bedreiging is dat de aarde heel erg opwarmt en dat er bij minder leven komt. Dat je gaten moet graven, dan komt het water pas in de grond. We moesten kuilen graven en dan komt er weer een nieuwe natuur. Maar met de nieuwe generatie, daar kunnen we echt nog aan bouwen. En die kunnen we gewoon vanaf het begin af aan zo neerzetten dat ze het gewoon helemaal goed gaan doen. Dat het in hun systeem zit om na te denken over milieu en CO2-uitstoot. Hé, maar jongens, mag ik even high five dan? Hoppa, goed actie gevoerd hoor.